rond 1:30 afsluiten. En ik wil graag bij jullie introduceren John Hoogwoud. Hij is docent geschiedenis en aardrijkskunde op het Ingenieur Lely Lyceum in Amsterdam. En hij heeft deelgenomen aan verschillende projecten die te maken hebben met bewustwording over de rol van Nederland en het slavernijverleden. Vanuit persoonlijk interesse, als nazaat van slaafgemaakte van Plantage Vossenburg, heeft hij zich ook verdiept in het leven op deze plantage en de gevolgen voor de volgende generaties. John, aan jou het woord. Goedemiddag, mijn naam is John Hoogwoud. En ik kom van de. Ja, ik, mijn naam is John Hoogwoud. Ik ben geboren in 1957 te Paramaribo, Suriname. En ik ben sinds 1972 ben ik woonachtig in Nederland. Mijn voorouders komen van de plantage Vossenburg, of zoals in de volksmond genoemd, Moxica di Vroe, genoemd naar de eigenaar de Vree. De plantageadministratie is heel goed bewaard gebleven en daardoor kon het goed onderzocht worden, onder andere door Humphrey Lamour. Die slavernij die duurde in Suriname van 1600 tot 1863, toen het officieel werd afgeschaft. De tot slaafgemaakten moesten echter nog 10 jaar doorwerken voordat ze daadwerkelijk vrij waren. Ondanks het feit dat de slaveneigenaren een behoorlijke compensatie hadden gekregen. De suikerplantage Vossenburg die had omstreeks 1830, volgens bewaard gebleven journalen, 244 slaven. En de slavenmacht in Suriname was rond de 10.000. Die slaven die waren de voornaamste kosten. De grond werd gratis verstrekt aan de vele gelukzoekers, die vaak vanwege allerlei omstandigheden in Suriname waren beland. He, die omstandigheden, sommigen waren echt avonturiers, maar anderen die hadden wat op een kerfstok en die besloten hun geluk te zoeken in Suriname, aan wat toen de rand van de beschaving heette. Die plantage die maakte in 1830 al een behoorlijke winst, zo'n 20.000 florijnen, en dat was toen de tijd heel veel geld. De omstandigheden op die plantage die waren voor de tot slaafgemaakte niet al te best. Door ziekte, gevangenschap, extreem zwaar werk en de lijfstraffen overleefden velen het niet. 15% die kwam al te overlijden tijdens de overtocht vanuit Afrika. En de mensen die aankwamen in Suriname, daar ging ongeveer in de eerste 3 jaar de helft dood. En na bijna 10 jaar was niemand nog echt goed bruikbaar, zoals het werd opgetekend in de slavenregisters. En dan werden mensen, en dat werd goed bijgehouden, of de een was lam, of de ander had een oog verloren, of die kon in ieder geval niet meer ingezet worden als zodanig. Niet volledig. Om dat in stand te houden moesten er ieder jaar 1500 slaven naar Suriname gebracht worden. Want er stierven er zoveel dat ook door aanwas, door geboorte, er niet voldoende arbeidskrachten aanwezig waren om de slaven, om de plantages te bewerken. Het systeem was dus extreem gewelddadig en dat ook om opstanden te voorkomen. Toch heeft er verzet plaatsgevonden en we weten dat slaven konden ontvluchten. De zogeheten weggelopen slaven, de Marons, die hebben zich gevestigd in het binnenland, hebben uiteindelijk ook een soort van status gekregen. Er werd een vrede getekend en die mochten daar blijven wonen. We spreken dan van de Bosland-Criolen en de Criolen die wonen in de stad. Die betekenis die wordt daar nog steeds aan gegeven. In 1826 krijg je een slavenregister. Dat wordt verplicht gesteld door de Nederlandse overheid. En in het register werden geboorte, sterftedatum en alle andere mutaties die plaatsvonden, zoals verkoop, die werden daar geregistreerd. En daardoor is het ook voor mij redelijk makkelijk geweest. Ik heb het een en ander onderzocht hier, de burgerlijke stand in Suriname, maar ook via de boeken die al verschenen waren daarover en de journalen, et cetera. En als die slavernij wordt afgeschaft, en dat gebeurde eerst door Denemarken, ja, dat was het eerste land die dat deed, de slavernijhandel. En daarna volgen andere landen, Nederland als laatste natuurlijk in 1863.
In dat slavenregister worden de moeders vermeld, niet de vaders. Dus andere familielijnen werden ook niet vermeld. En vaders werden niet geregistreerd. Misschien niet omdat er natuurlijk ook heel veel vaders waren van witte afkomst op de plantages die door misbruik van de zwarte vrouwen op mulatten of lichter gekleurde kinderen verwekten. Als we even verder kijken, dan zien we dat we vrouwen die hadden een vrij onafhankelijke rol. Vrouwen mochten al heel vroeg op de markt allerlei soort producten verkopen. Die hadden een andere rol dan de mannen. Mannen werden vaak toch als een soort van dekhengst gezien. En we zien dat dat nog steeds doorwerkt in onze samenleving. We zien het in de rol van de vrouw, die vaak heel erg onafhankelijk is. Dat zien we bij de Creoolse vrouwen in bijvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost. Heel veel krachtige, zelfstandige vrouwen die er niet voor terugdeinzen om hun man de deur uit te zetten en alleen hun kinderen op te voeden. En dat zie je veel gebeuren. Er zijn heel veel eenoudere gezinnen in Amsterdam-Zuidoost. Veel vrouwen die besluiten om zonder een man door het leven te gaan. Mijn voorouders die komen van die plantage Vossenburg in het district Kommerwijnen. En de eerste vermelding in het journaalboek van de Vree, de eerste eigenaar in november 1750, maakt gewag van de aankoop van Karel, Hansje en Christina. Nou, Christina kreeg een brandmerk van de West-Indische Compagnie. En daaronder kreeg ze er eentje van de plantage-eigenaar de Vree. Dus je werd dan dubbel gebrandmerkt. Misschien was Christina wel een van de van mijn eerste voorouders op deze plantage. Met zekerheid kan ik dat niet zeggen. Christina was een zogenaamde zoutwater, tussen aanhalingstekens, neger. En dat waren in Afrika tot slaafgemaakte, die werden vervoerd naar Suriname. De veilingprijs van Christina was inclusief de kosten voor het WIC. En het zat allemaal keurig vermeld, rond de 300 florijnen. In Afrika geboren tot slaafgemaakte waren voor die planters eigenlijk een soort van tweede keus. Ze hadden liever dat de tot slaafgemaakten in Suriname geboren werden, omdat ze dan de situatie kenden. En ze waren over het algemeen meer loyaal dan de mensen die werden gehaald uit Afrika. Die kwamen in een volledige nieuwe situatie terecht. En na die oversteek van die Atlantische Oceaan, als ze dat overleefden, werden ze gedwongen tot straf, tot het strafwerkregime. En ernstige lijfstraffen, hè, misstanden. Hun naam, hun identiteit werd ze ontnomen. En ze werden niet als mensen, maar meer als werkvee beschouwd. Als ik kijk naar mijn voorouders, en ik zie hier al staan Antje Hoogwoud, haar slavennaam was Christina, die werd in 1819 geboren in slavernij. De benaming van in slavernij geboren was toen de tijd Creool. Je werd dan uitgemaakt voor Creool, dat was de benaming. Naderhand heeft dit begrip natuurlijk ook een andere betekenis gekregen. En natuurlijk de mensen die vanuit Afrika werden aangevoerd, die werden zoutwaternegers genoemd tegenover de Creolen. Creolen waren natuurlijk ook nakomelingen van de witte op de plantage en ze werden beschouwd als de betere krachten, de meer loyale krachten op de plantage. Christine staat geboekt in het journaal als Christine Mulatin. En ze staat in het slavenregister van 1852 van plantage Vossenburg, waar de slavenmacht werd omschreven. Christine kreeg twee kinderen die in het register genoemd werden als Juliana, huismeid en Mulatin. En geduld, omschrijving van werkzaamheden, was dan bij timmeren, dat staat er letterlijk. En hij was Mulatin. Na 1863 krijgt hij de naam Jeremias Hoogwoud. Nou, Juliana, die krijgt dan vervolgens vier kinderen. En zij heet na 1863 Clara Hoogwoud. Ik begrijp dat het enigszins ingewikkeld is, al die namen. Maar
ik hoop dat het nog te volgen is. Josephine, die is geboren omstreeks 1852 en na 1863 wordt ze Amalia Hoogwoud. Dus slaven die hadden één naam, tot slaaf gemaakt, en geen achternaam. Ze hadden alleen maar een groepnaam. Fieseline, die wordt na 1 juli 1863 Geertruide Hoogwoud. Die is geboren in 1856. Nicolaas, die wordt na 1 juli 1863 Nicodemus Hoogwoud. En hij is geboren in 1859. Clotilde, die na 1 juli 1863 Julia Hoogwoud heet, is geboren in 1861. Nou, Hoogwoud Amalia, die daarvoor Josephine heette, haar slavennaam. Die is geboren in slavernij 1852 en zij is de moeder van mijn grootmoeder, Sophie Christina Hoogwoud. Geboren op 2 oktober 1885 te Paramaribo. Niet in Kommewijnen, dus niet op de plantage, want de slavernij was toen afgeschaft. En de eigenaren in Nederland hadden na lang beraad besloten dat ze niet wilden betalen voor arbeid. Dus contractarbeiders waren niet welkom. En de plantage die raakte in verval. Ja. Mijn oma Sophie was 13 jaar. Daar zit ze in het midden. Met naast haar mijn moeder aan de linkerkant op de foto. En daarnaast een zus van mijn moeder. Rechts van mijn moeder, op de achtergrond, staat haar echtgenoot. En dat is dan een van Joodse afkomst, Teitelbaum. Die werden Joden, die kwamen naar Suriname en die waren daar niet tijdelijk. Die waren niet echt avonturiers, maar die ontvluchtten de situatie in Europa. En die gingen daar wonen en hebben zich daar gevestigd. Mijn moeder is getrouwd met Henry Teitelbaum, heeft daar 4 kinderen meegekregen, waarvan 3 bij oma op schoot zitten. 1 zit er bij oma op schoot en 2 aan weerszijde. In 1942 is jammer genoeg dat, of nee, in 1947 was dat. Maar in 1942 is mijn oma, die daar in de midden zit, Sophie Christina Hoogwoud, geboren op 2 oktober 1885, overleden. En oma Sophie heeft zelf 6 kinderen gehad, die ze allemaal de naam Hoogwoud heeft gegeven. En 2 van die 6 kinderen zijn kort na de geboorte overleden. Ik heb mijn grootmoeder niet gekend, anders dan via de verhalen van mijn broers die daar op de voorgrond zitten, Stanley, Alex en Lucien. Het was, als ik de verhalen mag geloven van mijn broers, een hele sterke vrouw. Ze is nooit getrouwd geweest. Onafhankelijke vrouw, die het in de Suriname van toen de armoede wist te overleven door het verkopen van koekjes en andere etenswaren. Haar dochter, mijn moeder, die naast haar staat, is geboren op 13 november 1912 en overleden op 3 juli 1968. In 1932 is ze dus getrouwd met Charles Maurits Teitelbaum, nakomeling dus van Poolse Joden die via Nederland in Suriname terechtgekomen waren. Ook waren die Joden heel actief ook in de slavenhandel en andere vormen van handel. Het was natuurlijk voor hun een vrij aangename omgeving en het antisemitisme had daar nog geen, had totaal geen uitwerking in de Surinaamse samenleving van toen. Na de scheiding, en mijn moeder is gescheiden rond 1942, dacht ik, heeft mijn moeder haar kinderen alleen opgevoed. Haar oudste zoon die kreeg lepra. Die staat daar links op de, rechts op de foto van haar, toen hij een jaar of 14 was. En dat is waarschijnlijk ook reden geweest voor de scheiding. Ze heeft de kinderen alleen opgevoed daarna. En vanwege de armoede in Suriname zijn 3 van de broers al heel vroeg gaan varen als matroos op schepen die Suriname aandeden. En op die manier krijgen dus die diaspora, dat 1 broer die is in Canada blijven wonen,
De ander kwam in Rotterdam terecht en is daar blijven wonen. En Maurits, die nog steeds op Aruba woont, die is ondertussen 88 jaar. Er is dus een heel groot verschil tussen mij en mijn broers van die Tijdelboom heten. Het verschil met mijn oudste broer was 28 jaar. Ik ben echt een nakomertje. Geboren toen mijn moeder 45 jaar oud was. De kinderen die mijn moeder heeft gekregen na de scheiding heeft ze ook allemaal Hoogwoud genoemd. En die is alleen opgevoed tot haar overlijden in 1968. En ik ben toen liefdevol opgenomen in het gezin van mijn vader. En daar heb ik alweer een aantal hele lieve broers en zusters aan overgehouden. Dat is een beetje mijn verhaal. En de diaspora vanuit Suriname, die natuurlijk op gang is gekomen daardoor. En ik ben natuurlijk docent geschiedenis. En als docent geschiedenis verbaas ik mij erover dat een historisch feit, waarbij de gevolgen nog zichtbaar en voelbaar zijn in onze samenleving, nog altijd te weinig aandacht krijgt in schoolboeken. De gevolgen ervan zijn nog aanwezig in denken en gedrag van beide kanten. Zowel de mentaliteit van de ex-tot slaafgemaakte en de ex-slavenhouders en handelaren gaat vele generaties mee. Het onderwijs heeft de taak om daar verandering in te brengen. Het institutioneel racisme en racisme in bredere zin is niet aangeboren. Het wordt aan de volgende generaties doorgegeven in de vorm van opvattingen, meningen en gedrag. Onze demissionaire president, minister-president en geschiedenisleraar zou zich, als hij weer minister-president wordt, zich naar mijn mening hier extra in moeten verdiepen. En natuurlijk is het heel erg goed dat vanaf vandaag in niet alle bibliotheken ben ik achtergekomen, maar wel een aantal bibliotheken in Amsterdam, een gratis boek wordt verspreid over de rol van Amsterdam in het slavernijverleden. Gratis op te halen bij de bibliotheek en absoluut zeker een aanrader. Maar het is echter maar een begin. Ja, de VOC-mentaliteit, geprezen door de voormalige minister-president Balkenende, is een mentaliteit waarbij het idee van witte superioriteit heeft geleid tot een systeem van macht en onderwerping. Het achterliggende idee dat zwarte mensen, zwarte mannen en vrouwen, eigenlijk kinderen waren die witte leiding nodig hadden, mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Als Nederlander van Surinaamse afkomst, en ik ben altijd Nederlander geweest, want ik ben hier in 1972 gekomen, nog voordat Suriname onafhankelijk werd. En ook als echtgenoot en trotse vader van drie kinderen zal ik de ontberingen, maar ook de kracht van mijn voorouders niet vergeten. En het verhaal zal ik blijven vertellen. Niet alleen aan mijn kinderen, maar zoals je kunt zien, hier staan drie groepjes leerlingen een presentatie te geven. Eén staat er voor het VOC-gebouw. De ander staat bij het Amsterdam Historisch Museum in het midden. En helemaal rechts zien we twee leerlingen die bij de Grand, het voormalige Prinsenhof, een presentatie doen. En die presentaties die horen bij de slavernijwandeling of de wandeling door het slavernijverleden van Amsterdam. Wat ik graag met mijn leerlingen doe elk jaar. De afgelopen 2 jaar door corona iets in de problemen gekomen daarmee, maar dat gaan we zeker weer oppakken. En ik denk dat leerlingen, als ze eenmaal een presentatie hebben gegeven, door die stad hebben gewandeld en dit met andere ogen hebben gezien, die stad ook vanaf dat moment anders zien. En dat is ook mijn doel, om deze leerlingen ook te doordringen van het feit dat ze er mogen zijn, maar ook dat dat institutioneel racisme iets is waar ze zich tegen moeten verzetten. Dat was een beetje mijn bijdrage.
En als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Dankjewel, John. Graag gedaan. Heel indrukwekkend verhaal en ook zo dichtbij dat je het eigenlijk brengt. En... Het zijn maar enkele generaties geleden. Zo kort eigenlijk, hè? Ja. Ja. Ja, dankjewel. Aan het einde kunnen we vragen stellen. Dus John blijft ook tot het einde beschikbaar voor vragen. Dus we gaan nu door naar de volgende spreker. En dat is Dieneke Stam. Dieneke is historica en heeft al heel veel gedaan, ook op dit gebied. Onder andere in samenwerking met Mapping Slavery publiceerde ze samen met Dienke Hondius, Nancy Jouwe, Jennifer Tosh, de gids Slavernijverleden Nederland in 2019. En ze maakte ook onderdeel uit van het projectteam Spoor van Slavernijverleden in Gelderland. En Dieneke gaat ons meenemen in het verhaal over Anna van Vossenberg. Dankjewel Elze en dankjewel John dat je ons zo mooi een groot beeld hebt geschetst en ook nog je persoonlijke verhaal daarin zo mooi hebt verwerkt. Als mensen meer reacties willen zien van jouw leerlingen, die kunnen ook nog kijken op de website, de educatieve website van Mapping Slavery, edu.mappingslavery.nl. Want daar staat nog een verslag van zo'n tocht die we gehad hebben. En nu over Anna van Vossenberg, een iets vroegere periode in het bestaan van die plantage, of dat werkkamp. Anna van Vossenberg leefde van 1710 tot 1780. Vorig jaar maakten Elze, Gootjes en ik, voortbouwend op eerder onderzoek van Ineke Mok, een vierdelig spoor voor de website. Daaruit kwam ook een artikel in het Arnhems Historisch Tijdschrift voor. Dat zie je daar rechtsboven afgebeeld. En voor het verhaal van vandaag heb ik dat plaatje bewust niet gebruikt. Want dat plaatje is uit 1850, dus dat is meer dan een halve eeuw later. Anna stierf 1780, dus dat is nou ja, vanaf haar geboorte bijna een hele eeuw later. Want we hebben geen beeld van Anna. Dat beeld is getekend door een directeur die daar rond 1850 was, Braai, en die is bekend van heel veel plaatjes uit die geschiedenis. Maar hij keek natuurlijk vanuit zijn machtige positie naar de ander en tekende hier een tamelijk onschuldig en romantisch beeld. Met snippetjes informatie uit de archieven en de verhalen probeer ik me Anna's leven voor te stellen. De informatie is nooit van haarzelf afkomstig of van privé spullen, tekeningen of brieven. Via de ogen van de mensen die haar tot slaven hadden bestempeld en als hun bezit gebruikten, via meest witte mannen, alleen zo weten we iets over Anna. Met zo'n bron begin ik. Het is de aantekening in een familiekroniek uit 1801, dus 20 jaar na de dood van Anna, van Johan Bransen over zijn in Suriname geboren oma's. De zussen Hester Henriette en Johanna Elisabeth de Vree. Ze kwamen hier, staat er, in 1727 was dat, behouden over met een zwarte meid, die na de hand gedoopt en hare belijdenis gedaan heeft. Men had deze de naam van Anna van Vossenburg gegeven, naar de plantage waar zij geboren was. Zij bleef gedurende haar leven bij Johan Bransen en Hester Henriette de Vree in huis, en deze overleden zijnde, bij hun oudste broer Gerard Bransen in het ouderlijk huis in de Bakkerstraat, waar zij in haar 70ste jaar stierf. Op haar doodsbed gaf zij aan de opsteller deze, Johan Bransen, tot een gedachtenis een zilveren kurkentrekker met een cachet daaraan. Vandaag wil ik Anna's leven en omgeving schetsen, een mini-biografie, vol gegronde veronderstellingen. Ik ben geïnspireerd door Saidiya Hartman, die in dit boek Wayward Lives, Beautiful Experiments, Intimate Histories of Riotous Black Girls, Troublesome Women and Queer Radicals zo'n methode toepast om het leven van zwarte vrouwen te schetsen in het begin van de 20e eeuw in Noord-Amerika, dus twee eeuwen na Anna. In tegenstelling tot Hartman ben ik geen nazaat van tot slaafgemaakte, voor wie de echo van slavernij in het geheugen gegrift is, zoals later in dit verhaal zou blijken als we Barbara Esseboom horen. Ik ben een witte vrouw en probeer met respect voor de slachtoffers van de slavernijgeschiedenis
te leren en te begrijpen welke gevolgen die geschiedenis nog altijd heeft, zoals anti-zwart racisme en onverdiende witte privileges. Met die kennis en dat besef wil ik, hoe bescheiden dan ook, bijdragen aan meer rechtvaardigheid. Anna werd geboren in 1710 op de plantage Vossenburg. De precieze datum weten we niet. Misschien noemde haar moeder haar naar een oma die zij alleen uit de verhalen over Afrika kende. Fluisterde ze Ajuba in haar oortje, omdat ze op een maandag was geboren. Of Afiba, als het een vrijdag was. Sliep de kleine Anna in een van de hutten op de plantage, gemaakt van ruw hout en bedekt met pinabladeren. Er sliepen ongeveer 4 mensen in 1 hut en later in grotere barakken. De barak en hutten stonden op een stukje land een eentje verwijderd van het plantagehuis. En hutten in de schriftelijke bronnen, aangeduid met het N-woord dat gelijk stond aan slaaf. Het woorden die we liever nu niet meer willen gebruiken. 90 mensen in slavernij woonden en werkten er op Vossenburg toen Anna werd geboren. En linnen heette ook de grove stof, gemaakt in Haarlem, in Brabant, in Osnabrück of elders in Europa, waar misschien voor Anna een babylakentje van was gemaakt. Huilde ze 's nachts. En wat had moeder dan om haar te troosten? Tantiri, tantiri, kofile pinabu. Tantiri, tantiri, kofile pinabu. Kofile pinabu, tantiri, tantiri, tantiri. Kofile pinabu, tantiri, tantiri, tantiri. Tantiri, tantiri, kofile pinabo. Tantiri, tantiri, kofile pinabo. Tantiri, tantiri, kofile pinabo. Stil maar, blijf stil. Misschien was dat het enige waar moeder... waarmee moeder Anna kon troosten. Als Anna 's morgens wakker werd, kraaide ze dan wel eens van plezier. Het eerste jaar was Anna waarschijnlijk bij haar moeder overdag op het werk, in een draagdoek, gemaakt van zo'nzelfde soort en linnen, waar jaarlijks een pagnie van werd uitgereikt. Je ziet hier de kaart van Suriname, de Lavaux-kaart uit de 18e eeuw. En zo meteen krijgen we daar nog een close-up van waarop je Vossenburg te zien krijgt. Moeder werkte misschien op het veld om suiker te kappen of 2 keer per jaar koffie te oogsten. Of was ze een zogenaamde huismeid die in het grote huis bij de directeur familie op de gang op een matje voor de slaapkamer van de meester en meesteres sliep om bij het eerste ochtendgloren klaar te staan om te bedienen. Kon Anna dan wel bij haar moeder slapen? En wat als ze een geluidje maakte of heel hard moest huilen? Hield haar vader haar ooit vast? Of had tante, oma of Creole-mama een plekje om te slapen? Creole, zo heetten de mensen die op de plantage waren geboren. Kotjo, Dikje, Boy en Jan Knol waren mensen geboren op Vossenburg, net als Chocolade, die timmerman was. Sabila werkte in het huis. Diana was Creole moeder. Zij had als oudere vrouw vaak al een werking bestaan op de velden of in de huishouding achter de rug en paste op de kinderen. De Creole moeder voedde de peuters en kleuters overdag op. Ze leerde hen zich goed te baden, uit te kijken voor slangen en krokodillen. Ze leerde hen oddo's, wijsheden en gezegden in het Sranan en leefregels in liedjes. 'S Morgens moest de meester worden begroet. Odi Mestro, zongen de kleine kinderen. En Faya Siton, een lied en spel. De woorden gaan over Masra Yanchi, die een kind had gedood. De meester was de Arnhemmer Gerard de Vree. Hij was getrouwd met een weduwe die eigenares van de plantage was. Na haar dood
hertrouwde de vrede met Van Sandijk, dochter van de commissaris van de slavenhandel van de WIC. Anna was ongeveer een jaar toen Hester Henriette uit dat huwelijk werd geboren. Een jaar later kwam Johanna Elisabeth erbij. Zij kreeg van haar vader een mens cadeau. Felice, van de plantage Wayan Pibo, ook eigendom van de Vree. Felice staat in de boeken als persoonlijk bezit van Johanna Elisabeth. Zij was een van de 6 inheemse slaafgemaakten. Huito, Koffie, Brigitta, Charlotte, Amerika en Felice. Ze slaat aangetekend in de slavenmacht van 1728. De meisjes Hester, Henriette en Johanna Elisabeth verloren hun moeder toen ze nog peuters waren. Ze kregen eerst een kinderjuffrouw en verlieten later de plantage om bij de familie Sandijk in Paramaribo te gaan wonen. En naar de school en naar de kerk te gaan. Ging Anna toen al met hen mee op de 10 uur durende tocht in de tentboot naar Paramaribo? Vossenburg in het Sranang Mosica di Vroe. Die Vroe verwijst naar de Vree, zoals net John ook al zei, lag aan de Kommerwijnenrivier. De watermolen die met eb en vloed werkte, had alleen bij springtij genoeg kracht. Hierdoor zijn er 2 oogst- en maalperiodes per maand, waarbij er ook 's nachts doorgewerkt wordt. Het werk is daarom nog zwaarder dan op suikerplantages die gebruik maakten van paardenkracht. Vanaf 1723 oogsten de tot slaafgemaakte er ook koffie. Kinderen moeten al vanaf jong meewerken. De timmerlieden, zagers, kanters, suikerkokers, karpers, delvers en tuiniers hadden zwaar werk en karig voedsel. De meeste voeding verbouwden mensen zelf op kostgrondjes. Wortelknollen en groenten zoals taier, pitawiwiri, zoet aardappel, pakbananen en cassave. Een enkele keer komt er gedroogde vis, bakkeljauw of zout vlees via de uitdeling. Wreedheid was onderdeel van het dagelijks leven. Dat is te horen in een lied. Nam Anna dat lied ook mee naar Arnhem? Mama, ma, pa, 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 koffie, lepina, bon, topo, no, furu, adami, opa. Pa, pa, dami, opa, tobono furu, adami, opa, pa, pa, dami, opa, bashai vipimi, adami, opa, pa, pa, dami, opa, bashai vipimi, adami, opa, pa, pa, dami, opa, bashai vipimi, adami, opa, pa, pa, dami, opa, ma, ma, ma. Papa, papa, coffee le pina bon. Adamio, papa, papa, adamio. Dank je, heel erg bedankt, Barbara. Die woorden betekenen: mama, papa, de koffie is goed, maar de mand is niet vol en dat is mijn schuld. Basja. Het hoofd van alle van de slavenmacht gaat ons slaan. Basja Wipimi gaat ons zwepen. En dat is mijn schuld. Hoe traumatisch is het als een kind dat denkt? We gaan terug naar Anna. Want Gerard de Vree had in zijn testament bepaald dat zijn dochters bij de eerste gelegenheid en een goed seizoen begeleid door 1 of 2 dienstmeiden naar het moederland moest te gaan, naar hun voogd, de Arnhemse burgemeester Dirk de Vree. Gerard de Vree stierf in 1827, het einde van een leven als slavenhouder, die tussen aanhalingstekens meester was van alle slaafgemaakten, hen dwong te werken zonder loon, besliste over de vaak wrede lijfstraffen zonder enige vorm van proces, en zelfs besliste over de namen van de kinderen die op de plantage ter wereld kwamen of die werden gekocht. Zo kwam ook Anna aan haar voornaam. Anna werd met geweld, uitbuiting, dwangarbeid en dood geconfronteerd in een op ras gebaseerde, dus racistisch systeem waar huidskleur bepalend was. Dat blijkt ook uit het document dat bovenaan de volgende slide staat,
Dat is de slavenrekening van de plantage Vossenburg. Dat staat daar dus letterlijk boven. Daar staat links wat de plantage bezat en rechts staat wat de plantage verloor. En hier gaat het dus over de mensen. En links staat bijvoorbeeld Nanny, dat Nanny een kind heeft gekregen. Dat staat links. En rechts staat dat het kind van Nanny is overleden. Dat gebeurde op dezelfde dag dat Anna daar werd opgeschreven. Als begeleidster van de zusters de Vree naar Nederland. Dus dat staat dan letterlijk in de bronnen. Dus, en wist Anna daar wat van? Dat zij op die dag zou vertrekken met die zussen. Kon ze überhaupt afscheid nemen van haar familie en van haar geboortegrond? Van de gemeenschap waarin ze was opgegroeid? Waar ondanks alle dwang en wreedheid toch een eigen samenleving en cultuur met taal, familiegerechten en rituelen was ontstaan. Anna en de zussen, respectievelijk 16, 15 en 14 jaar oud, voeren op het schip de Susanna onder kapitein Rijk Hendricks in de vroege zomer van 1727 in konvooi met drie andere schepen, drie of vier, naar Texel en later naar Amsterdam. De deinende golven, de plotselinge koerswijzigingen, het schuinliggende schip. Werden de meisjes misselijk? En wie moest het dan opruimen? Kwam Anna op het buitendak om uit te waaien en naar de sterren te kijken? En droeg ze dan een van de borstrokken of wollen mutsen die volgens de administratie dat jaar op de plantage waren gebreid? Hoeveel angsten hebben Anna en de zusjes doorstaan op de Susanna? Anna begeleidde de zusjes, maar wie zorgde er voor haar? Zij was extra kwetsbaar vanwege de dreiging van seksueel geweld, waar zwarte vrouwen vaak het slachtoffer van waren. Aan boord van dit schip waren ook 200 zogeheten okshoofden suiker van plantage Vossenburg, het goud- en zilverwerk, de kleding en de juwelen van de familie de Vree, waarschijnlijk inclusief de eerder genoemde zilveren kurkentrekker. Vanuit Amsterdam gaan Anna en de zussen in de zomer van 1727 met de beurtschipper naar Arnhem. 5 koffers en 2 trommels bagages gaat mee. Alle meisjes worden ziek en krijgen verzorging. Ook de zogenaamde zwartin Anna wordt opgepakt door een verzorgster, zo blijkt uit de voogdijrekening van oom Dirk de Vree. Alle uitgaven heeft hij genoteerd, ook voor de dokter en de apotheker, voor Anna's rijglijfje en een jakje. Hoe zal Anna hersteld zijn van die ziekte? Ver weg van alles en iedereen die ze kende, met uitzondering van de zussen die al snel naar kostschool gingen. Hoe lang bleven in Arnhem de mensen alleen haar kleur zien? Hoe ging ze om met vijandigheid en angst? En bij wie vond ze aansluiting en vriendschap? In de zomer van 1728 ging Anna naar de school voor weeskinderen onder leiding van Reinder van Kel. Voor Anna's bijna 2 jaar op school werd in totaal 6 gulden betaald. Voor ruim een jaar kost school van de zussen minstens 600 gulden. Hopelijk heeft Anna leren schrijven bij Van Kel en vinden we ooit nog geschriften van haar terug die iets vertellen over het leven dat ze in Arnhem leidde. Misschien ontmoeten ze lotgenoten. Slaafgemaakten die waren meegenomen door hun eigenaren die naar het moederland terugkeerden. Bijvoorbeeld Crispijn, Samson, Nanette en Angelica, die in 1743 meegenomen waren door een ex-raad van politie in Suriname, familie van de moeder van de meisjes, Jan van Sandik en zijn vrouw. Het zou zeker kunnen dat families inclusief bedienden bij elkaar op visite gingen. Officieel gold iedere persoon op het grondgebied aan de Noordzee als vrij, maar in de praktijk was het onmogelijk aan de negatieve beelden over een donkere huidskleur te ontsnappen. Anna moet veel talent gehad hebben om daarmee om te gaan. Ze bleef haar hele leven wonen op de Bakkerstraat. Eerst bij Dirk de Vree, de oom van Hester en Johanna. En na de huwelijken met 2 broers Brandsen, dus Hester met de ene en Johanna met de ander, bleef Anna in de Bakkerstraat in de Oldemunten bij Hester wonen. Johanna verhuisde met haar, Hendrik Brandsen, naar Siependaal in 1742. Hoorde Anna toen ze daar woonde nog ooit iets van Vossenburg? Bijvoorbeeld van
1776 toen er gestaakt werd? Of had ze iets vernomen van de Tempati-opstand een decennium eerder? Anna werd gedoopt op zondag 26 maart 1741, waarschijnlijk in de Eusebiuskerk. Ze zal daarvoor catechisatieonderwijs hebben gehad. Vermoedelijk waren haar dagen gevuld met schoonmaken, wassen, naaien en koken. Maar misschien ook met schrijven en lezen. Toen Hester overleed in 1742, heeft Anna misschien voor de kinderen gezorgd, waardoor ze wellicht ook een band kreeg met de kleinzoon Johan Brandse junior, aan wie zij op haar sterfbed zo'n bijzonder cadeau gaf. Ze schonk hem een kurkentrekker, tot een nagedachtenis, schrijft Johan. Op 22 december 1780 is Anna Vossenburg, zonder van, begraven. Anna was niet meer van een plantage en wilde in ieder geval herinnerd worden. Dat was het. Dankjewel, Dineke. Er gaan allerlei plaatjes door je hoofd, hè, zoals jij nu dit verhaal schetst. Dat is er denk ik heel bijzonder aan. Om zo in detail in het leven van Anna te duiken eigenlijk. Ik kijk een beetje naar de klok en we hebben nog een kwartier. Dus ik ga proberen toch een deel van mijn presentatie ook nog te doen. Maar als het te lang duurt, dan zal ik hem wat korter maken. Deze verhalen van John, maar ook van Dieneke, die staan eigenlijk heel dichtbij mij. Omdat ik op loopafstand woon van Siependaal, daar bijna dagelijks doorheen kom. Dus ik moet zeggen dat ik ook niet meer daar doorheen kan fietsen of wandelen zonder aan het verhaal van Plantage Vossenburg te denken. Dus vandaar dit afbeeldingje rechts. Gisteren was ik nog even op mijn moestuin, toen heb ik die foto gemaakt. Dus het maakt ook echt dat je met andere ogen gaat kijken. Dat is ook een van de doelen van ons Spoor van Slavernijverleden project in Gelderland. Ook om te laten zien dat deze geschiedenis veel dichterbij is dan je denkt. We publiceren elke maand een spoor van de maand op de website mijngelderland.nl. Ik zal straks het linkje nog wel even delen. En we zijn nu ongeveer anderhalf jaar bezig met een groep van historici en ook van nazaten om onderzoek te doen in Gelderland. En we komen ontzettend veel sporen tegen. En ik wil jullie meenemen langs een paar sporen om een beetje een beeld te schetsen. En straks nog eindigen met wat plekken waar je ook de sporen kan teruglezen. Er komt ook een kaart beschikbaar op mijn Mapping Slavery van Gelderland met een aantal, ongeveer 30 items. En we hopen dat in het najaar nog aan te vullen met misschien nog weer 30 items erbij. Om eigenlijk die diversiteit aan sporen die verbonden zijn aan Gelderland te laten zien. Een bekend spoor misschien bij jullie is het spoor van Kwakko. Eigenlijk hemelsbreed van Arnhem of van Siependaal vandaan. Ik denk een kilometer of 4 vind je kasteel Roosendaal en het dorp Roosendaal. En Ineke Mok en Erik Heuvel maakten een stripboek over Kwakko. Hij is als kleine jongen ontvoerd in Afrika en verkocht. En in Parimamo dient hij als slaaf en wordt hij uitgeleend aan John Gabriel Stedman, de bekende Schotse Nederlandse militair, die beroemd is om zijn tekeningen en zijn dagboek, die tonen hoe slaafgemaakt gemarteld worden. En Kwakko speelt daar een rol in. Stedman koopt Kwakko voor 500 gulden en neemt hem uiteindelijk na 4 jaar in Suriname, hem bijgestaan te hebben, mee naar Nederland. En hier komt Kwakko ook vrij. En op 13 november 1785 wordt Kwakko in de kerk naast kasteel Roosendaal gedoopt. In het doopboek zie je op het plaatje, daar staat zijn naam in vermeld. Niet zijn eigen naam, niet Kwakko, maar Afrikaanse Moor in dienst van baron Tork van Roosendaal. En de doopeling die heet voortaan Willem Stedman, naar zijn vorige baas en eigenaar. We vinden nog wat sporen van hem in de archieven, dat hij op Roosendaal verblijft. Maar later vinden we een laatste spoor van hem, dat hij vertrekt als VOC-matroos naar Batavia. En daarna kunnen we geen beeld meer van hem vormen. Zij is dan ongeveer 32 of 33 jaar als hij naar Batavia vertrekt.
eigenlijk ook vergelijkbaar spoor met Anna en Kwakko is het verhaal van Andries Lau. Hij woonde in het Bassecourt, tegenwoordig een appartementencomplex in Wageningen, bij dominee Conrad Zwiers. Deze predikant van de hervormde kerk was in de kolonie Berbice werkzaam en heeft deze jonge Andries Lau gekocht voor 1500 gulden in 1818. Hij was geboren op de plantage De Uitvlucht en hoorde ook tot de slavenmacht van de plantage. En toen Zwiers naar Nederland kwam, wilde hij Andries meenemen. We kunnen er niet echt achter komen waarom. Het zou kunnen dat hij misschien zelf zijn vader was, maar dat weten we nog niet. Maar Zwiers liet in een akte vastleggen de officiële vrijheid van Andries. En dat document vonden we in het archief in Wageningen. Hij kon toen gaan en staan waar hij wilde, staat erbij in het document. Maar we vinden eigenlijk daarna geen sporen meer van hem. Dus wat zou hij daarna hebben gedaan? Dat weten we niet. Toch ook een hele belangrijke bron voor het zoeken van sporen zijn de gecompenseerden. John heeft het al even genoemd, Dieneke heeft het kort genoemd. Toen in 1863 in de Nederlandse Kariben de slavernij verboden werd, kregen slaveneigenaren een financiële compensatie van de overheid. Let wel, hè? Slaafgemaakte niet. Per slaafgemaakte kreeg een eigenaar in Suriname bijvoorbeeld 300 gulden. Het kon toch oplopen tot behoorlijke bedragen. En hier zie je een kaart in het midden uit de gids Slavernij in Nederland. En dat geeft al een beeld eigenlijk van die Gelderse gecompenseerden in 1863. Alle stipjes geven de plaatsen weer waar de mensen woonden die gecompenseerd waren. Je moet denken aan burgemeesters, statenleden, ja, ook gegoede mensen die eigenaar waren. Vrouwen, mannen, studenten van de Radboud Universiteit hebben een inventarisatie gemaakt en die kwamen ongeveer 100 personen die gecompenseerd zijn in Gelderland. Ja, dus daar zijn heel veel sporen ook weer eigenlijk verder op door te zoeken. Als je op een gecompenseerde zoekt, dan kom je ook natuurlijk bij de plantages, bij verhalen van mensen, bij nazaten. En die willen we heel graag verder ook in beeld brengen. Een aantal zijn ook al, een aantal sporen hierover zijn ook al gepubliceerd. En dan een schilderij wat ik jullie wilde laten zien uit de collectie van de RCE. En dit is ook heel exemplarisch. We hebben meerdere van dit soort schilderijen met een witte eigenaar van bijvoorbeeld een kasteel of een huis met een zwarte bediende die vaak geen naam heeft, waarvan we de herkomst eigenlijk vaak niet weten. En dit schilderij is van Nicolaas van Ravenstein en hij schilderde rond 1690 Anna erbij, vrouwen van Waaienstein, van Wadenstein, die net als hij in Zaltbommel woonde. En naast haar zien we dus een zwarte jongen van wie de naam onbekend blijft. En hij kijkt naar haar op. Hij draagt een gouden ring in zijn oor. En eigenlijk is Anna's blik gericht op ons, maar zijn blik niet. Zij draagt ook sieraden met parels. Waarschijnlijk werden die vaak meegenomen door de VOC uit de Golf van Mannar tussen Zuid-India en Sri Lanka. En opvallend is ook dat de maker van dit schilderij vaker portretten maakte van hooggeplaatste mensen met een zwarte bediende. En we willen graag achterhalen wie die jongen was en hoe hij verbonden is met Anna erbij. Ook een spoor wat eigenlijk nog meer onderzoek behoeft. Kijkend naar de klok ga ik toch eentje even overslaan. Een borduurwerk uit de collectie van het Rijksmuseum, gemaakt door een vrouw uit Driel, Gelderland. En het is een protest tegen slavernij. Er staat een klein tekstje onder wat daarna verwijst. En we zijn ook in het project heel erg bezig met persoonlijke verhalen van nazaten te verbinden aan deze Gelderse historische verhalen over slavernij. Wat betekent het voor nazaten? Nou, eigenlijk ook net als hoe John zijn verhaal heeft gedeeld. Het is nog een heel levend verleden en ook wordt veel van generatie op generatie doorgegeven. De liederen die Barbara zingt zijn ook uit haar familie van generatie op generatie doorgegeven. Mocht u nog mensen weten die we moeten interviewen, laat het ons weten, want dan gaan we daar werk van maken. Dan mijn laatste sheet.
De sporen die we tot nu toe verzameld hebben zijn te vinden op Mijn Gelderland bij de special, een blokje met special sporen van slavernijverleden. En op Mapping Slavery komt een kaart beschikbaar één deze dagen over Gelderland. En daar vind je ongeveer 30 plekken in Gelderland, ook een aantal die ik nu genoemd heb. En voor de rest wilde ik jullie nog heel graag wijzen op twee of drie andere initiatieven. Farideh Nabibax is in Gelderland bezig met het maken van een hele bijzondere voorstelling die gebaseerd is op die Gelderse sporen van slavernijverleden. En onder andere het verhaal van Anne van Vossenburg integreert zij in haar voorstelling. En het is weer een hele andere beleving als de verhalen horen of zien, zoals we dat nu bijvoorbeeld doen in deze lezing. Het komt op een hele andere manier binnen. De Black Archives is samen met de Sonsbeek tentoonstelling bezig om een verhaal van Anne van Vossenburg in een installatie te brengen in de Witte Villa in Sonsbeek. Dus dat is vanaf 1 juli te zien. En ook met als bron eigenlijk het verhaal van Anna. En dan het Afrika Museum, waar in het kader waarvan we deze lezing geven, openen volgende week, een beetje met een stille opening, maar is er toch de tentoonstelling Heden van Slavernijverleden, die eerder in het Tropenmuseum heeft gestaan. En die komt nu naar het Afrika Museum in Bergendal. En daar zitten ook een aantal Gelderse elementen in. Die worden in de loop van de komende maanden erin gevoegd. In het najaar gaat de tentoonstelling dan vol open. En is er ook de kaart, de digitale kaart van Gelderland daar te zien tijdens de tentoonstelling. Volgens mij heb ik alles even genoemd wat ik graag wilde noemen. En ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en voor jullie aanwezigheid hier. Het is fijn ook om deze verhalen te delen en het doet ook wat met je. En we wilden nog ruimte bieden voor het stellen van vragen. En ik zelf heb even niet helemaal de chat of zo in de gaten gehouden. Maar ik zal even het stoppen met sharen, want dan kan ik misschien wel de chat zien. En anders kan misschien iemand van het Afrika Museum even inbreken voor vragen eventueel die er zijn. Elze, er staan vragen in de chat. Dus het is niet gelukt in de Q&A. Ik weet niet of je er zelf in kan of zal ik ze voorlezen? Oh ja, deels zie ik ze nu inderdaad. Maar dat kwam inderdaad als ik de pagina deelde, dan kon ik de vragen niet goed zien. Ja, Mitchell vraagt, wordt het opgenomen? Ja, hij is opgenomen, deze lezing. En die kunnen mensen terugkijken. En daar heb ik ook al eerder een vraag over gehad. Waar van de Rijnrivier ligt plantage Vossenburg? Ja, dat kun je heel makkelijk nakijken als je op de sporen van slavernij Gelderland kijkt. Daar zit ook die afbeelding die ik ook liet zien in de presentatie van Vossenburg, van die kaart van Lavaux. En daar zit die ook uitgelicht. En je kunt die kaart van Lavaux ook vrij makkelijk, denk ik, vinden via Rijksmuseum. Zit die, geloof ik. Maar er zit denk ik een link in dat verhaal op de website van Sporen van Slavernij Gelderland. Het verhaal over Anne van Vossenburg. Ja. Dan is een volgende vraag. Is er een relatie tussen Gelderland en Braziliaanse slavernij? Ja. Die heb ik stiekem net even opgezocht. Want ik had hem al gezien toen jij je verhaal aan het doen was. En wij hebben dat nog niet in onze database. Behalve dat het woord Brazilië kwam erin voor toen. In verband met een presentatie die ooit in het Afrika Museum was. Maar ik denk dat dat wel zo is, maar die hebben we dus nog niet. Ja, ik dacht wel dat Maurits Verheul in ieder geval ook tekeningen uit Brazilië heeft. En ook in de collectie, ja. En ook dat hij een soort verslag doet van de situatie van de slaafgemaakte in Brazilië. Ja. De wijze waarop die plantages werden bestuurd en ook de machinerie, dat was wel heel erg afgekeken van Brazilië. Ja, ja. Dus ja. Dat is een kopie van de Braziliaanse situatie. Ja. 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 En ik zie een vraag van Romeo God. Wat doen de resultaten van jouw onderzoek persoonlijk met jou? En ik denk eigenlijk dat de vraag is aan John. Persoonlijk dat ik me altijd toch wel verzet tegen alle vormen van institutioneel racisme. En dat houdt me heel erg bezig. Ik zie dat dagelijks toch wel om me heen. Ik werk op een school in Amsterdam-Zuidoost, het Ingenieur Levy Lyceum. Zwarte kwaliteitsschool, zo wordt het wel genoemd. En mijn streven is toch om leerlingen het beste mee te geven. Maar ook hun geschiedenis niet te vergeten. Daar waar ze vandaan komen. En ik werk met voornamelijk Surinaamse kinderen.
Dus, maar ook andere kinderen met een andere achtergrond die je net op de foto zag. Kinderen met een moslimachtergrond die toch overbaasd zijn over het slavernijverleden. En ze daarmee bekend te maken. Het gebeurt te weinig in geschiedenisboeken, het gebeurt te weinig op scholen. Ook door mijn tussen aanhalingstekens zwarte collega's die dat toch wel zien als ja, iets waar ze niet mee geconfronteerd willen worden, lastig vinden. En ik denk dat het moet gebeuren. Ik denk dat het heel belangrijk is om dichter bij elkaar te komen. Ja. Dankjewel, John. Een volgende vraag, wat staat het graf van Anna van Vossenburger nog? Een hele goede vraag. Ja. Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik niet weten. Ik dacht van niet, Dieneke, dat we daar wel naar hebben gekeken. Maar het is misschien ook lastig geweest omdat ze natuurlijk eigenlijk geen nazaten heeft gehad. En, ja. Maar het is wel een triggerende vraag om te kijken of het misschien, of toch misschien op een of andere manier nog met de familie Brandsen ook. Ja, daar hebben we wel naar gekeken. Daar heb ik trouwens wel inderdaad expliciet naar gezocht. Of zij nog iets betaald hebben voor een graf, maar dat heb ik inderdaad niet gevonden. Ja, ja. Een andere vraag was of we de linkjes even konden delen. Dat heb ik even gedaan in de chat. Dus daar kan je ze uithalen. Oh ja, en Marlene vraagt, Surinaamse Joden, zijn die meest nazaten van slavernij? En hoe zijn ze Joods geworden? John, kan jij dat uitleggen? Oh, je geluid staat nog even uit. Surinaamse Joden die zijn naar Suriname geëmigreerd. Net zoals een groot deel naar Brazilië is geëmigreerd. En naar die diaspora die plaatsvond in Spanje en Portugal. Dat men daar moest vluchten. In 1500, 1600 hebben toch wel heel veel Joden gekozen voor Amsterdam. Vanuit Amsterdam zijn ze weer vertrokken naar Brazilië en Suriname. Getuigen de Joden ervan in Suriname. En hun bedoeling was niet om daar zich tijdelijk te vestigen. Ze zijn daar nog altijd aanwezig in die samenleving. Dus vaak zijn het Joden die vanuit Europa richting Suriname zijn vertrokken. Daar komt het op neer. En ze waren ook wel actief in de slavenhandel en andere vormen van handel. Ja, Marlene vraagt, Surinaamse zwarte Joden vraagt ze. Oh, die zijn er absoluut zeker ook, ja. Er is natuurlijk, net zoals bij mijn familie, een vermenging geweest van mensen die ex-slaven waren en de Joodse mensen na de afschaffing van de slavernij. En op die foto die je net liet zien van mijn familie is wel heel duidelijk te zien dat mijn oma die nog met een Anissa op zit, zo'n hoofddoek, gebonden hoofddoek, en achter haar staat een nazaat van een hele rijke Jood, die het toen heel erg goed hadden in Suriname. En waarvan op de Joodse begraafplaats nog altijd een behoorlijk gedenkmonument staat. Helemaal vervoerd vanuit Zaandam naar Suriname. Voor de begrafenis. Misschien leuk om nog even aan te vullen dat er nu in het Joods Historisch Museum Amsterdam een tentoonstelling is met de vraag, zijn Joden wit? Ja. Dankjewel, Dieneke. En dankjewel, John. Ik zie volgens mij geen vragen meer in de chat, tenzij ik wat heb overgeslagen. Elsa, er staan nog twee nieuwe vragen in de Q&A, zie ik net. Oh ja, hoe kom ik daar dan? Ah ja, is er in Gelderland de enige provincie die spoor van slavernij zoeken? Of werken jullie samen met andere provincies? Goeie vraag. Nee, er wordt ook in andere provincies onderzoek gedaan. Er zijn natuurlijk de grote steden, hè, Amsterdam en Rotterdam, die vanuit de gemeentelijke opdrachten onderzoek hebben gedaan, maar daar gebeurde ook al lange onderzoek. Maar ook in Zeeland is een route, in Groningen, in Friesland, in Utrecht is een wandelroute en ook een boek verschenen, Friesland en Groningen ook. Overijssel gaat nu beginnen en daar wisselen we zeker mee uit, ook met verhalen, maar ook met ervaringen en daar leren we ook veel van elkaar. En Brabant heeft ook al een artikel. Oh ja, Brabant is ook langzaam wat aan het begin. En het is net het nieuwe boek van Friesland, Zijn sporen van slavernij in Friesland, is net uit. Ja, ja. Oh ja, en dan is er nog een vraag. In het register dat John liet zien, stonden naam en slavennaam als twee verschillende categorieën. Wat is het verschil daartussen? Ik weet het antwoord wel, maar John, jij kan denk ik nog beter uit. De slavennaam die werd gegeven door de slavenhouder, de meester.
En die bedacht de naam. Dus je, soms werd toegestaan dat men de naam mocht kiezen. Dus dat werd wel eens toegestaan, maar meestal was het zo dat de slavenhouder de naam bedacht. En vaak was het ook de naam Christian of Christine, of wat met het christendom te maken heeft natuurlijk. Maar men was niet vrij in het kiezen van namen, nee. Het was een gunst als dat verleend werd door de eigenaar. Dus men kreeg een naam. En dat was één naam. Je had dus geen achternaam, hè? En na de afschaffing van de slavernij moest men natuurlijk worden opgeschreven in de burgerlijke stand. En toen kregen slaven vaak andere naam, zoals bij mij van in dit geval was. En dat ze daarvoor, Josephine, dat was de slavennaam. En na 1863 is het Amalia Hoogwoud. Dus waarschijnlijk hebben ze daar ook wel iets in te zeggen gehad. Of Fiseline, die werd Gertruide Hoogwoud. Nicolaas, die werd Nicodemus Hoogwoud. Clotilde werd Julia Hoogwoud na 1863. Dus die slavennamen die werden toen vervangen door andere namen. En deze mensen zijn blijkbaar wel familie van elkaar geweest. Allemaal kinderen van Amalia. Ja. Ja, bij de registratie in 1863 kwamen alle mensen daar langs en werden al die namen. Kregen ze een tweede naam. Ze kregen dus een tweede naam die er daarvoor niet was. Voor de registratie eigenlijk, hè? Ja. Dankjewel. Okay. Ik denk ook dat we gaan afronden, omdat de tijd er ook een beetje op zit. Ik zie volgens mij ook geen vragen meer. Mochten er nog vragen achteraf zijn, je kunt altijd even een mailtje sturen via mij. En dan kan ik de vragen ook weer doorzetten naar anderen. Bedankt voor jullie aandacht. En ik heb het zelf als weer heel verrijkend ervaren. Ook de combinatie aan verhalen. En ik wil vragen of misschien degene die de sprekers waren nog even in het systeem blijven zitten. Maar dat de bezoekers afscheid nemen van ons. En hopelijk misschien tot een volgende keer. En er is nog genoeg te zien en te zoeken in Gelderland. Bedankt.